vandaag heb ik voor jullie een homeware shoplog. We zijn bezig met onze slaapkamer te veranderen. We hebben al een nieuw bed, zoals je hierachter ziet. Nieuw dekbed hebben we ook al. Het ligt er al op. Komt van de HEMA trouwens. Deze was 20 euro. Maar ja, we hadden eigenlijk een grijs bed besteld. Helaas ging dat een beetje mis en werd het een zwart bed. Dus toen dachten we, nou, weet je wat? We gaan gewoon de hele slaapkamer opnieuw doen. Dus ik ben lekker wezen shoppen voor de slaapkamer. En ik ga jullie nu laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Ik begin eventjes met de spullen van de blokken. Daar heb ik het minst van, dus dat is even het makkelijkste. Ik heb deze twee kaarsen gekocht. Het zijn een beetje diamond shaped kaarsen. Van Koper. En ik ga de prijzen straks allemaal onderin eventjes op een rijtje neerzetten. Waar ik het gehaald heb en wat dan de prijs is. Want dat is makkelijker dan dat ik nu ga zeggen wat het allemaal kost. Maar ik vond ze echt heel erg schattig. Ik had drie maten ervan. Ik heb dan de kleine en de middelste genomen. Dan deze vaccinelichthouder. Ook weer een beetje die strakke diamond shape. Ik vind het echt super leuk. En ook weer met de binnenkant koper. Buitenkant zwart. Je had ze ook in het wit trouwens. Echt heel erg leuk. Dan heb ik bij de HEMA deze gekocht. Echt ontzettend schattig. En de pushpins zijn ook van koper. En ik denk, ja, we hebben hier zeg maar houten balken hangen. En daar kan je veel makkelijker in plaats van met een spijker gewoon hier dingetjes mee ophangen. Er staat ook treasure your memories with pushpins. Dus ik vind het wel echt heel, heel schattig. Dan ben ik ook bij de Xenos geweest. Daar heb ik ook wat dingetjes geshopt. Als eerste dit fotolijstje. Ook weer een beetje met die print. En deze is in het zwart. Je hebt ze ook in het goud. Kijken of ik het goed kan laten zien. Echt heel erg leuk. Dan heb ik deze gekocht. Van Koper en Joy. Je hebt ze ook met Love. En ook nog in het wit. Echt ontzettend leuk. Ook heb ik dit theelichthoudertje met kralen, zo'n houten kralen eromheen. Gewoon doorzichtig. Echt heel erg lief. En deze twee met gewoon een simpele zwart-wit print. En daar zitten al kaarsjes in. Heel erg leuk. Omdat wij in dit huis echt ontzettende dikke muren hebben of zo. Ik heb echt geen idee. Maar het is echt onmogelijk bijna om erin te komen om iets op te hangen. Dat ding erachter is nog van de oude slaapkamer. Dat schilderij. Want hoe het eerst was. En die staat nu ook gewoon op bed. Maar we gaan gewoon de muur schilderen. Dus hij wordt gewoon wit. En toen zag ik deze. En ik dacht, hey, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Ik loop hem wel een beetje naar achter. Dat zijn de stickers. Gewoon doorzichtig. Die je kan opplakken. Dus ik denk dat deze gewoon boven het bed komen. En je had drie verschillende soorten ervan. Dus drie verschillende designs. Maar ik vond deze wel het leukste. Want in die andere zat ook een beetje blauw of zo. Waar het eigenlijk doorzichtig moet zijn. Dat vond ik wel heel zonde. Dus vandaar eigenlijk dat ik voor deze gegaan ben. Ook heb ik twee van deze gekocht. In principe hoort hier een glazen ding in te staan waar je dus je vaccinelichthouder in kan zetten, maar die waren kapot gegaan denk ik. Dus deze waren nu wat goedkoper, dus ik dacht nou prima, dan kan ik altijd zelf een kaars inzetten of iets anders leuks inzetten. Twee van deze had ze ook in het klein en volgens mij moet ze ook in het koper zijn, maar die waren er helaas niet meer. Maar goed, wit is ook altijd leuk. Dan ben ik ook nog eventjes bij de Action geweest en daar heb ik eigenlijk best wel schaamteloos heel erg veel ingeslagen. Maar goed, het is daar ook gewoon zo goedkoop dat je gewoon eigenlijk alles mee wil nemen. Om te beginnen, de kussentjes die op het bed liggen. Gewoon zwart, het is een beetje glanzend en ontzettend zacht. Gewoon voor de sier, gewoon twee kanten zwart. Dan dit lijstje. En er zitten drie haakjes aan, dus daar kan je eventueel ook aan ophangen.
Ook kan je de frame kan je veranderen. Wat? Het frame. Niet het frame. Dat kan je niet veranderen. Nee. Kan wel, maar die gaat kapot. De binnenkant is een fotolijst, dus je kan er in principe ook een andere foto in doen als je wil. Maar ik vond dit eigenlijk wel heel erg leuk zo. En we hebben, zoals je straks zal zien, wat meer dingetjes met veren. En ook de stickers bijvoorbeeld die je net zag. Dus ik vind het eigenlijk wel gewoon leuk om dat zo te laten. Ook heb ik daar andersom dit plankje gekocht. Weer die camera. Die komt zo. Dus hij ligt zeg maar in die houders. Vond het echt ontzettend leuk om zo te doen in plaats van een gewoon normaal plankje. Dus ik denk ook dat er nog wel meer van komen. Maar het was even om te kijken waar het zou passen en hoe het gaat passen en hoe het gaat staan en dat soort dingen. Dus tegen die tijd kan ik altijd nog meer halen. Ook, en dit is wel een van mijn favorieten, want ik vind hem echt heel erg leuk. Ligt bij de kerst. Een juwai. En die vind ik echt heel erg leuk. Gewoon voor decoratie of, nou ja, noem het maar op. Je kan hem neerleggen of je kan hem ook ophangen. Het is maar net wat je zelf leuk vindt om mee te doen. Ik ga hem zelf denk ik gewoon ergens neerleggen of zo. Maar dat moet ik nog eventjes bekijken. Dan deze drie mini vetplantjes. Nep uiteraard, want bij mij overleeft gewoon niks wat ik water moet geven. Dat kan ik niet mee omgaan of zo. Dus ik dacht, ik koop gewoon lekker wat neppers, maar ik vond ze zo schattig. En nou, dat past wel helemaal leuk bij de slaapkamer. Dan deze geurkaars. En die heb ik eigenlijk niet gekocht voor de geur, maar meer voor het blikje. Want het blikje vind ik gewoon heel erg leuk. Want de geur is lemon. Maar lemon super. Nee, het is helemaal niet mijn geur. Dus het is gewoon voor het blikje. Gewoon voor gezellig neer te leggen op een dienblad of wat dan ook. Dan deze. Die zag ik bij de herfst liggen en het is gewoon een dienblad. Tenminste, ik ga hem gebruiken als dienblad. Ik heb er op internet echt al zoveel dingen mee gezien die je ermee kan doen. Maar bij mij komen gewoon allemaal leuke vaccinelichthoudertjes en dat soort dingen op te staan. Echt heel erg leuk. Ook hebben we deze gekocht. Make each day a story worth telling. En dat vind ik vooral eigenlijk leuk omdat het en zwart in zit en dat hout van het plankje en van een andere fotolijstje en dat soort dingen, dat gewoon terugkomt een beetje hierin. Er zijn heel veel verschillende soorten van, maar ik vond deze eigenlijk wel het leukst. Deze hebben we ook gekocht bij de Action. Het is gewoon een fotolijst. Aan de bovenkant zit ook zo'n rand waar je het glaasje dus gewoon omhoog kan schuiven en iets anders erin kan doen. Maar omdat er ook weer die veer in zit, vond ik dat eigenlijk wel gewoon heel erg leuk. En ga ik dat gewoon lekker zo laten. Ook heb ik de grote variant ervan gekocht om zo neer te zetten op. Nou ja, verzin het maar. Helemaal leuk. Deze vaasjes hebben we ook meegenomen. Het zijn gewoon hele simpele kleine vaasjes die ze hadden in verschillende kleuren. Maar toch ook een beetje dat strakke wat erin terugkomt en in de rest van de spullen terugkomt. Ze hadden hem ook nog een maatje kleiner, maar die hadden ze nog in kleur en niet meer in het wit. Dus die ga ik ook nog halen. En dan heb ik ook een grotere meegenomen. Die is eigenlijk wat ronder en niet zo heel erg strak. Dus ik weet niet of ik hem hier ga gebruiken of misschien wel gewoon beneden neerzet. Maar op zich, ik vond het wel heel erg leuk. Dan heb ik de kussensloop, de zwarte, ook nog in het wit gekocht. Gewoon precies dezelfde als die hierachter liggen. Maar dan eentje, want ik heb namelijk deze mand ook gekocht. Echt, hoe leuk is deze dan? Ik ben zo blij mee. Ze hadden hem niet meer in het koper helaas, anders had ik die wel meegenomen denk ik. Maar in het zwart vind ik hem ook echt heel erg leuk. En dan doe ik denk ik gewoon dit erin. Of nou ja, ik zal het wel zien. Ik verzin er wel wat mee. Wat ik ook heel veel mensen heb zien doen trouwens. Even spullen. Is kijken of ik het voor elkaar krijg. Dit. Een tafeltje ervan maken. Dus deze iets verkleinen. En dan een tafeltje ervan maken. Oeh. Uh.
SOS, mayday. Maar ja, dat kan dus ook. Maar dat ga ik niet doen. Maar het is echt, je kan echt alle kanten op met die spullen. Dat is gewoon niet normaal. En als je nou, inspiratie zoekt of zo, op Facebook heb je een pagina waarin mensen alles laten zien wat ze gemaakt hebben met bijvoorbeeld spulletjes van Xenos, Action of Blokker of nou ja, noem maar op, een van die winkels. En er staan soms echt hele leuke ideeën tussen. Dus dat is wel echt de moeite waard om af en toe eens een kijkje te nemen. En tot zover eigenlijk deze shoplog alweer. Er komt nog een dekbed aan die ik ook gekocht heb. Dus deze had ik dan al gekocht bij de HEMA met de huisjes erop. Gewoon wit. En ik heb er nog eentje online besteld. Die was aan de aanbieding. Met grijs met ja, een hele kleine printer op. Die vond ik heel erg leuk. Ik moet nog nachtkastjes hebben zoals je ziet. Want dat staat nu allemaal op de grond. En van het weekend gaan we de muren schilderen. Dus als het af is, dan zal ik jullie nog wel even een roomtour geven. Zodat jullie kunnen zien wat het uiteindelijke resultaat geworden is. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Doei doei!